Het gedoe binnen de gemeenteraad begon na het advies van de kindergemeenteraad om een stukje straat tussen de Bredabaan en de Hemelakkers te vernoemen naar de Flor. Een hele eer, maar volgens de oppositie moet de beste man eerst dood zijn, want dat zijn nu eenmaal de regels. Het Schepencollege trekt zich van de oppositie niets aan. Politieke heibel dus, al hebben beide partijen nogthans niets dan goede herinneringen aan de zoete inval. Tuurlijk, heel goede herinneringen aan de Flor. Niet alleen voor op de snoepwinkel, maar het was ook een goede traditie. Onze grootmoeder die ging daar altijd, zowel voor de paasklokken als ook voor mijn Sinterklaas en voor mijn nieuwjaar, werden voor alle kleinkinderen kwam het snoep van de Flor van de snoepwinkel. Zwarte muizen. Ja, dat waren de lekkerste. Ja. Die moesten speciaal uit de pot halen. Ja. En om hem gaat het allemaal. Flor woont nu in rusthuis Buitenhof, waar hij terugblikt op mooie zoete jaren. Al mist hij ze niet. Maar ik heb altijd aan het voorgestaan. Dus ik zei net aan mijn klanten dat ik mis. Hè. Dat is me dan echt aan toe hebben gestaan, dus voor jaren. Dus ik had ontspanning, telkens wat klanten en over groot. Dus dat mis ik nu nog niet. Flor is blij met de vernoeming en vooral tevreden dat hij het nog kan meemaken. Als ik dood ben, in de grond maak ik daar niet meer mee. Hè. Dus dan nam ik dat wel goed.